De kunst en cultuur uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika staan de komende tijd in Groningen centraal tijdens het 10-daagse festival MENA is Here. Door de hele stad zijn er activiteiten van muziek, theater, film en meer. Dirigent Tom Cohen kwam 3 dagen geleden naar de stad om het Noord-Nederlands orkest te dirigeren tijdens de opening van het festival. Great, I can feel walking in the city that the festival is a part of the city life and it's really, really heartwarming. And for me, the opportunity to work with such classics that I love so much, with this amazing orchestra and with all these great people together, with this great singer that came, I just feel like a very lucky child who got lots of toys and has the opportunity to play with them. Ondanks dat het Noord-Nederlands orkest nooit eerder muziek uit het Midden-Oosten en Afrika speelde, is Tom Cohen erg onder de indruk. This orchestra surprised me with being not only very open minded and very curious, but also very young in spirit, meaning very much happy and eager to enjoy and to move together with me and to feel the aesthetics of this music, not only with the ears, but with the full experience. And I'm really thankful to them for that. It's a really great experience for me. Samen met de Marokkaanse zangeres Dalal Barnoussi belooft het een speciaal concert te worden. I try to make a new orchestration, get a new outfit for it with the full symphonic orchestra. That in a way, if you know this music from your home, you should appreciate very much the new outfit it got. But if you never heard it, I'm helping you to bridge the aesthetic gap that usually you would have in order to understand and enjoy this music. Karam Shabbat is opgegroeid in Syrië en kwam in 2014 naar Nederland. Karam is ambassadeur van MENA is Here en is blij dat het festival in Groningen plaatsvindt. De integratie. Iedereen heeft een beetje kennis gemaakt met ons cultuur. Ik zeg ons cultuur, want afkomstig kom ik uit Syrië. En het cultuur is echt mooi en warm. Dus het festival brengt liefde en warmte aan iedereen. En wat belangrijk is, het festival is de brug die de werelden aan elkaar goed koppelt. Dus het wordt echt een mooie kans voor iedereen om ons cultuur te leren kennen. Het festival is voor iedereen. Eten, muziek, dansen, gezelligheid, genieten. Voor kinderen, voor volwassenen, voor internationale mensen, nieuwkomers, Groningers en ook Nederlanders.